De laatste handelingen zijn verricht, zo hier en daar wordt nog wat uitleg gegeven en dan kunnen de wagens vertrekken naar de Schapendijk voor de opstelling. Vroegtijdig zijn de eerste wagens aanwezig om door de jury vakkundig te worden bekeken, nadat de wagens genummerd waren door leden van het Oranjebestuur. De Vossenboerweg had het oude bruggetje weer van stal gehaald en oogste hiermee veel bekijks. Zoals te verwachten was, zijn er veel wagens bij die de troonswisseling uitbeelden. De Molenstraat. Geduldig wachten de kasteelheer en kasteelvrouwen van Azoelen om door de knechten van de bisschop naar het gevangen te worden vervoerd. De tweede wagen van de Ommerweg.
Bosinkamp behaalde uiteindelijk de eerste prijs met deze prachtige wagen, uitbeeldend de overdracht van het vaderlandse roer. De grote straat met kabouterland. Door de jonge muzikantjes van de Brink wordt duidelijk gemaakt dat de muziektent steeds het middelpunt is bij dergelijke evenementen. Volgens de PEGO staan de sterren voor Den Ham niet erg gunstig. Sneeuwwitje uitgebeeld door de kinderen uit de Kosterkamp. De Dorpstraat. Dalenseweg met het Lindrood. Nog een verloren gegaane brug, maar nu aan de andere kant van het dorp. Remming van de S-weg zorgt voor een origineel bevrijdingsvoertuig. Nog een wagen van de S-weg. Dokter Meterlerkamp Kappenberg wordt in ere hersteld en voert zijn praktijk weer uit in de Kappenbergstraat. Broekmaten met twee wagens. Nog een wagentje van de Dalenseweg. De Olympische Spelen van de Zomerweg. Dan de laatste wagen van de optocht, de aanbieding van de kroon door de Ninnenhoek.
sponsors van de optocht waren ook dit jaar weer diverse zaken uit Den Ham. Mensen zich verzameld om maar niets van dit grootste schoolspel te missen. Zoals altijd zijn er wel enkele wagens die onderweg aansluiten. Vandaar hier enkele laatste beelden van de optocht. Tijdens de feestdagen had Janssen een Fiat-show georganiseerd. En om toch mee te doen aan het feest, werden er vanuit een vliegtuig waardebonnen gestrooid over de hoofden van de talrijke toeschouwers.